Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste de Beste, de podcast over de Keukenkampioendivisie. Een dagje later dan normaal. Ja. Maar in de sterropstelling, Jopie Buit, we zijn er. Ferry de Bond, dag het present. En mijn naam is Mario Bilater. Lars, je lijkt wel een rapper, zo snel ben je vandaag. Hè? Ja, ik ben... Ja, zo weinig kleren heeft hij aan. Godverdomme, voor de luisteraars, hè. Hij heeft een veehals aan waar René van der Gijp in zijn goede tijd jaloers op zou zijn. Lekker borsthaar. If you have it, flaunt it, toch? Ja, dat is dat toch zei de... Eva Jinek zei dat toch? Dat was haar doorbraak toen, hè? Ja. Nou, die zie ik ook, hè? Hé, maar Lars, als ik jouw aanval vandaag en daar even aan ga likken, dan moet je niet raar op van kijken, want dat gaat denk ik wel gebeuren, deze show. Lekker, man. Yeah. Ja, dat is lekker, hè? Ik voel er even aan, mensen. Ik heb 3 haren op mijn borst, ik ben een beer. Jongens, hoe is het? Het is voor de duidelijkheid, lieve mensen, het is nu woensdagavond 4 mei. Yes. Net even stil geweest. 9:05. Ja, net even stil geweest. 9:05. We nemen later op, ja. Omdat we dus anders niet compleet waren. Dood op. Ja, ik ben back off. Ik heb jullie net allebei wakker moeten maken. Even een tukje op de bank boven. Nee, maar ik heb een lekker biertje erbij, mensen. Dus het gaat helemaal goed komen vanavond. We gaan er wat van maken. Hoor maar. 2 minuten stilte dus. Dat hoort gewoon toch op 4 mei. Ja, we hebben het er net eventjes over gehad. Hè? Dat Tweede Wereldoorlog en dat moet de komende 100 jaar bij de komende generaties nog steeds leven en bekend zijn. Zeker weten. Het is echt belangrijk om er gewoon even bij stil te staan. Absoluut. Zeker vandaag. En dan morgen vieren wij de vrijheid. Hè? Dan is heel het land weer lam. Is het morgen een feestdag eigenlijk? Of, want het is toch 1 keer in de... 5 jaar. Ja. Maar nu niet. Nee, morgen niet. Ik moet ook gewoon werken. Ik heb late dienst. Okay. Ik werk in de zorg, mensen. Hè? Dat heb ik nog nooit benoemd in deze podcast. Maar normaal ga ik wel naar het Malieveld. Heb je altijd, weet je, dat bevrijdingsconcert heb je dan? Ja, zo'n festivaletje, toch? Ja, zo'n leuk festivaletje. Gaan ze een helikopter... Volgens mij tegenwoordig allemaal met allemaal slechte artiesten. Nou, maar, volgens mij is Donnie het dit jaar, of niet? Dat zeg ik. Nee. Onze vriend Donnie. Nee, dat is morgen een roerige... Het is ook helemaal een beetje gek. We hadden het er net al over. Om afgelopen weekend te bespreken. Terwijl het dus al woensdagavond normaal neem je op dinsdag. Dan kun je gewoon lekker terugkijken op het weekend. Maar nu dan, we zitten alweer tegen dat weekend aan. Ik moet zeggen dat ik normaal op dinsdagavond alle zeilen bij moet zetten. In mijn geheugen. Mm-hmm. Want dan praat je toch al over een dag of 4 eerder. Maar nu zijn we weer een dag verder. Ik heb echt geen idee met welke wedstrijden er zijn gespeeld. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook eigenlijk niet. Maar er is wel veel gebeurd, ook in de media, jongens. Hey. Ja, moeten we het nog even behandelen? Nou ja, weet je, ik had wel verwacht dat wij een belletje hadden gekregen deze week. Om het over te gaan nemen. Ja, maar dat hebben we niet gehad. Nee. Dus dan moeten we maar helemaal af gaan kraken, denk ik. Maar hoe lang zou het duren voordat wij gecanceld zouden worden op tv? Nou, wij worden niet gecanceld, want wij zijn best wel nette gasten stiekem, hoor. Denk je? Ja, dat vind ik. Soms zeggen wij wel wat geks, maar wij zijn redelijk net. Maar hoe heb jij daarnaar gekeken, Lars? Het hele kaarsincident hebben we het natuurlijk over. Ja, laten we het daarover hebben, het kaarsincident. Is het die Volendamspits? We gaan hebben het over. Nee. Ja, laat ik een paar dingen zeggen. Ten eerste denk ik dat het verhaal gelul is. Denk ik gewoon stoerdoenerij geweest. En dat ten koste willen doen van seksueel misbruik / verkrachting. Ja. Want een dag later was er opeens een 1000 uren kaars tussen de benen. Dat soort dingen. Ik denk dat er helemaal geen reet van waar is. Ik vond het een beetje een classic Derksen verhaal. Hè? Iets vertellen over 50 jaar terug zo'n beetje met een keeper van Veendam, waarvan gehuld in nevel van of het te verifiëren is. Ja, ik denk dat er helemaal geen reet van waar is. Enige wat ik wel kloten vind, is het feit dat als het programma daadwerkelijk stopt, even buiten het feit wat je ervan vindt, ik vind wel, het was wel een van de weinige programma's, denk ik, waarbij zoiets ter sprake komt, snap je? Of op de slechte manier misschien. Een hele domme manier. Maar laten we hopen dat het wel mensen aan het denken heeft gezegd. Want de intentie, hoe hij het bedoelde, hè, met dat iedereen even moet nadenken. Dat misschien... iedereen wat fouts heeft gedaan. Precies, daar ben ik de jongere jaren. En jij, Fer? Of ik wat fout heb gedaan? Maar dat hebben we allemaal. We hebben wel eens een keer een handje te lang op een heup gehad of zo. Ja, zo is het. Jij ook, Mart, kan je lachen. Maar hoe heb jij een beetje naar de situatie gekeken? Nou ja, een beetje wel hetzelfde als wat lastig. Kijk, dit verhaal, dat is natuurlijk niet echt handig. En zeker, kijk, als het wel klopt, is het niet handig. En als het niet klopt, is het ook niet handig. Dus, dus hij heeft dit inderdaad verteld eigenlijk van uit bescherming van een ander. Johnny de Mol, denk ik. Van het zoontje van de baas. En... maar kijk, dus dat is dom.
En dan gaat hij geen sorry zeggen, dat weet je. Dat gaat hij niet doen, daar zit hij trots voor. Maar inderdaad, om dan meteen... dat is die hoe noem dat, woke... cultuur van tegenwoordig. Maar is dat nou woke als je gewoon het niet normaal vindt dat een vrouw... vindt niemand normaal. Nee, maar ik bedoel, dat heeft toch heel... Ik hoor alleen maar woke dit, woke zus. Maar ik mag toch godverdomme hopen dat ook mensen die zichzelf niet woke vinden, dat ook niet normaal vinden. Nee, maar dat bedoel ik. Dit vindt niemand normaal. Maar dan gaan meteen mensen zeggen, en dit moet van de buis, dit kan niet meer. Maar dat zijn mensen die willen hem toch al van de buis. Ja, dus die hebben nu een stok om mee te slaan. Ja, nu hebben we weer iets en nu kan het niet meer. Ik moet wel zeggen, ik heb Johan Derksen... Ik heb heel veel naar Johan Derksen gekeken. Hebben we allemaal. We hebben ook allemaal in een deuk altijd om hem gelegen, tuurlijk, toch? Ik vind het nu echt wel een beetje een oude lul worden. Ja. Ja. Maar Johan Derksen die had altijd zijn mond vol. Jarenlang over geloofwaardigheid. Ja, die is niet geloofwaardig. Die moet dan weg. Zus geloofwaardigheid. Zo geloofwaardigheid. Mooi woord trouwens. Kwam er even niet op voor de show. Blijkbaar verzint hij dus ook verhalen. Om leuk te doen. Nou ja, dus hoe om een punt te maken. Weet je, hoe geloofwaardig is Johan Derksen dan? Want ik zag, want nu hebben ze ook een programma. Ze zijn ook opinierend, hè? Het is een opinieprogramma geworden, want dat wilde hij graag. Ik zag laatste fragment, ging hij praten over de opvolging van Pluimen, van de PvdA. Ploemen. Toen kwam hij, Pluimen. Kijk, maar wij zijn geen opinieprogramma, dus wij mogen die fouten maken. Hallo. Maar toen kwam hij dus met allemaal opties die dus allemaal dus niet konden. Gelukkig zat er iemand aan de bar die steeds zei, ja, maar die kan niet, dat kan niet. Zus kan niet. Dus ze hebben ook gewoon te weinig kennis om zo'n programma te maken. Ik heb een tip voor John de Mol. Okay. Want ze gaan na de zomer gaan ze gewoon verder. Dat weet ik zeker. Ze gaan gewoon door. Denk je? Ze moeten geen opinierend programma maken. Het moet een programma zijn over sport, showbiz en media. Want dan zijn ze sterk. Als ze over andere programma's lekker kunnen gaan katten, lig ik helemaal in een scheur. En heel licht over de actualiteit. Als ze dat niet gaan doen, dan gaan wij er zitten. Dat lijkt me een hele goeie. Dat is mijn tip voor John de Mol. Is dit een soort laatste waarschuwing? Dit is een laatste waarschuwing, want het gaat niet goed, jongens. Het gaat niet goed met het programma. Maar even serieus, als je 73 bent, waarom ga je zo'n verhaal vertellen om een punt te maken? Hoe dom is dat ook, weet je? En als hij het heeft gedaan, dan moet hij gewoon, dan moet hij nooit meer van de buis. Maar volgens mij... verzon die gewone verhaal om een beetje... Het was heel goed, man. Wat jij zegt klopt, vind ik ook helemaal kloppen. Op het moment dat zij eigenlijk gestopt zijn met het voetbal, hè, dat het een actualiteitenprogramma wordt, je ziet Van de Gijp verzuipt, want die heeft van 9 van de 10 dingen totaal geen verstand. Nee, dan is hij nog niet wakker. Ook dat. En je merkt dus schijnbaar dat dit soort gesprekken, dat kunnen ze gewoon niet. Maar Derks is hetzelfde altijd over Kaag. Weet je, ik ben ook niet per se fan van D66, maar ik word ook zo moe van elke keer afgeven op Kaag en zo. Altijd de populistische gelul allemaal, weet je wel. Ik word er sowieso een beetje moe van. Maar als ze het over voetbal kunnen hebben, daar neem ik ze sowieso niet serieus. Nee, maar dat is entertainment en leuk. Ze moeten het gewoon lekker over sport hebben. Want over sport mag je slappe ouwe hoeren, vind ik. Dat doen wij ook. En lekker over showbiz. Want dan lig je helemaal dubbel. Dan hebben ze toch gewoon al een prima show. Ja. Okay. Absoluut. Dus dit geven we mee. Mag nog één ding wel, wat ik wel opvallend vind, want dat gevoel had ik namelijk 2 weken geleden ook toen Bilate hier zat. Mm-hmm. Is jullie wel eens opgevallen dat Gené altijd, en toen ook met dat Aquasi verhaal en nu ook weer, eigenlijk Derksen gewoon een mes in zijn rug steekt elke keer. Ja, want die is dan, hij als zit ze te dan, voeren. Zit hij van... Hij is de meester in het voeren en andere mensen wat dan zeggen. En dan kan hij zeggen, ja, maar ik heb dat niet gezegd. Ik heb dat niet gezegd, hè. Dat was hij, maar wel alles eraan gedaan, zodat anderen om te scoren dat gaan zeggen, natuurlijk. Ja. Maar goed, het gaat hier al veel te lang over misschien. Joop, heb jij nog... iets te revealen? Ja, zeker. Ik heb een tattoo. Een tattoo? Ik heb een tattoo gezet op mijn borst. Ik heb een ouderwetse anker op mijn borst. Mijn hele borst eronder met de naam Loede onder. Oh, leuk. Van mijn zoon. Dus ik ga hem niet laten zien. Want ik heb Mart Voegert voor de show van het zien al. Dat zit in zo'n creatieve app ook. Dus ik zeg, ik wil hem best laten zien. Mm. Maar dan ga ik wel factureren. Ja, daar kreeg ik geen reactie op. Kijk, ik ga je toch niet met mijn ontblote bovenlijf. Je staat er nooit gedaan. Ik ben chic. Dat is veel te goedkoop. Dat is niks voor jou. Nee, daarom. Dat is niks voor jou. Daar kreeg ik dus geen reactie op. Dus ik ga niet mijn tattoo laten zien hier zo. Maar na de show mogen jullie hem kijken. Ja, dat is goed. Uit protest heeft Lars besloten om wel in zijn blote bak te presenteren. Dit is niet normaal, mensen. Ik ga het nou al likken. Jongens, laten we even naar het voetbal gaan. Daar zitten we van in principe. Ja, vrijdag. Ik was erbij. Zijn er nog mensen vreemd gegaan of zo? Nee, dat weet ik niet.
laten we naar het voetbal gaan, sorry. Ik was erbij vrijdag, Eindhoven tegen Emmen. Emmen natuurlijk kampioen. Wel raar, hè? 2 weken eerder al promotie. Ja. Nou, dan gaat het en dan nu ook nog kampioen geworden. Maar ik had op een of andere manier... Het was natuurlijk uiteraard nog feest, maar ik had toch nog een beetje... Kerst op het toetje is dat. Toetje, niet compleet zonder kerst. Nee, daarom. Maar dat het dan, als je dan 2 weken later, terwijl je al weet dat je gepromoveerd bent... Ja. Maar goed, ze verloren ook nog eens van Eindhoven. Dan word je zo kampioen. Dat vond ik een beetje... Kijk, ik heb Dick Lukien hoog staan. Vriend. Staan of zitten? Ja, vriend mogen we toch wel zeggen. Een hele goede vriend van ons. Ja. Heel close met Dick Lukien. Maar als je een beetje bal hebt als trainer... dan had je toch alle bidons door de kleedkamer geflikkerd... en kwaad naar huis gegaan. Toen was je verliest bij Eindhoven, of niet? Dan gaan ze daar staan feestvieren na die nederlaag. Nee, ja, we maken het uit toch. Je bent kampioen geworden. Ja. Dan ga je gewoon met z'n allen helemaal lam. Dat was natuurlijk een heel mooi beeld ook van Dick Lukien. Hij zat heel eventjes alleen in de catacombe... met zijn telefoontje, misschien even met zijn vrouw appen. Nee, dat was naar mij. Het is gelukt, Ferry. Nou, dat was een mooi beeld, hè. Zo'n man eventjes helemaal voldaan. Ja, even met zichzelf. Absoluut. Mooi man. Maar het was natuurlijk ook nog eens omdat Volendam ook nog eens verloren. Ja. Dus die stonden 3-1 achter tegen Dordrecht. Dus ja, het hoefde toen natuurlijk helemaal niet. Ja, daar waren ze ook op aan het wachten, toch, op het einde? Ja. Het was nog 3-2 geworden, toch? Ja, het was nog 3-2 geworden. Ja. Maar 3-3 was ook niet eens genoeg geweest natuurlijk. Maar, dat vond daar moeten winnen. In ieder geval... Maar hoe vond jij het? Want ik zag je op het veld staan. Beetje popiopie ook uithangen. Lassie. Met dat kekke jasje van je. Even met dat leen. Nee, het was een wedstrijd, de eerste 2 minuten was top. En daarna, ja, weet je, Eindhoven stond voor. En je wist dat inderdaad van Volendam. Dus dan kijk je toch in iets anders. Ja, die was er wel een beetje af. Ja, wel mooi dat Jens van Sonden kreeg natuurlijk nog een publiekswissel. Die stopt met voetballen. Ja. Als routinier. Dus dat was nog mooi. En daarna inderdaad, ja, het was wel gewoon feesten. Heb je ook een beetje meegefeest? Een beetje meegesopen? Of heb je het professioneel gehaald? Nee. Want ik moest de dag na, 's morgens om 7 uur, voor een vrijgezellenfeest weg. Dus ik ben op tijd afgetijd. Lekker man. Ik vond dat tweetje van Arjan FCE, hè, onze vriend van de show. Ja, ook een goede vriend. Dat hij hoe het begon en hoe het eindigde. Ja, dat hij hoe het begon, staat hij met een FC Eindhoven sjaaltje. Want hij zat op het thuisvak, neem ik aan. En dan hoe het eindigde, stond hij bij je benzinepomp met die schaal. Ja, ik heb hem ook nog even vastgehouden. Mooi, lekker schaaltje. Ja, prima. Maar voor de rest, wat moeten we er nog over zeggen? Eigenlijk, wij hebben Emmen dit seizoen zoveel veren in hun reet gestoken dat ze daar heel lastig lopen, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat ja, klopt. Toch? Laten we dan maar even doorgaan. Dit is wel het afscheid, hè, denk ik, van ons. Van Emmen. Met FC Emmen, ja. Nu gaan wij het niet meer over FC Emmen hebben voorlopig. Nee. Maar gaan we nog 2 seizoenen doen? Zal toch? Nee, ik gun Emmet van harte om erin te blijven. Weet je, dadelijk in de beauty bij buiten hebben we denk ik wel een mooi gepast afscheid. Dat is een mooi afscheid. Voor FC Emmet, toch? Klein teasertje. Pak een biertje erbij, mensen. Ik ben echt moe, dus ik ga gewoon lekker suipen vandaag. Doe maar lekker. Je hoort nog wat, hoop ik. Joop, adootje? Ja, 1-0. Ik heb het voorspeld, hè. 1-0 voor Heid. Ja, je moet gewoon luisteren naar hem als het over ADO gaat, want... Dan zie je, het was een slechte wedstrijd hoor. Ja? Ja ik vond het niet zo goed. Ik moet je wel zeggen, ik sta al midden-noord, hè. Ik sta al midden-noord, dus ik was vooral veel aan het zingen. Ik ben er zelfs nu nog een beetje schoor van. Hmm. En wat zing je dan zoal? Van alles. Den Haag till I die. I'm Den Haag till I die. I know him, I'm sure him. I'm Den Haag till I die. Zo. Dat vind ik altijd wel een lekkere. Ik vind dat zo mooi. Want waarom is dan Den Haag... Op zijn Nederlands en niet de Heek. Ja, dat weet ik ook niet. Maar wij zingen ook altijd FC Den Haag. Hè? En, bijna, en eigenlijk nooit ADO Den Haag. Dat is ook altijd wel... Ik heb bij ADO wel het idee dat ze heel snel zingen. Dat klopt. Zoals Lars zijn intro doet. We zijn halve rappers in Den Haag. Ja, maar daar hebben we ook intern veel kritiek op. Langzaam. Ja, Den Haag. Ja. Op het einde... Ik kan echt niet mee. En ik lul snel, hè. Ja. Oh, daar mooie stad achter de duinen. Schat eens werken naar de poten en plan. Die lange poten gewoon. Maar dat gaat al zo verschrikkelijk snel. Nee, maar er is ook intern wel kritiek op, hoor. Ja, op elkaar. De volgende week doen we het weer, dus niks aan te doen. Ook. Nee, maar het was een slechte wedstrijd. Maar die Verheid, die doet het gewoon weer. Hè. En wat een fenomeen is dat, joh. Niet normaal. Hmm. Echt de topper. Blijft die? Ik hoop het. Ja, maar hij schijnt een clausule te hebben in zijn contract. Dat hij naar bepaalde landen dat hij mag. En ik gun hem ook wel een lekkere klapper.
Zeker. Ik gun hem dat zeker. En heel Den Haag gunt hem echt dat. Maar het is eigenlijk jammer. Hè, want we hopen natuurlijk allemaal dat hij blijft. Want Thomas Verheid is gewoon één van ons. Maar iedereen gunt hem natuurlijk wel. Gewoon een mooie klapper. Die is volgens mij ook nu. 8-29? Ja, daarom. 21 denk ik. Dus hij kan echt dus wel. Hij moet wel gaan. Nu. Hij moet vangen. Hij moet lekker gaan vangen. Komt hij lekker als een miljonair terug. Koopt hij lekkere skybox. Thomas, ik kom lekker bij je zitten, jongen. Lekker nou, biertje erbij. Heerlijk. Trouwens, want over vandaag de matchwinner in de derde divisie van Japan. Ralf Seuntjes invallen en scoren. Jawel. Dus, ja. Kopbal, dat heb ik begrepen. Was de kopbal? Ja. Ik kon geen bewegend beeld. Ja, ik heb één actiefoto van hem gezien. Dat hij heel boos keek terwijl hij aan het schieten was. Dat doet hij natuurlijk nooit normaal. Ja, dat moet de kopbal zijn, want die gasten zijn allemaal 1,10 meter of zo. Ja, maar dan zet hij gewoon zijn dikke reet erin. En dan zijn al die verdedigers weg. Even kijken. Maar het is derde niveau Japan. Ik heb geen bewegend beeld ook kunnen rennen. Nee, deden ze dan wel met een bal op het derde niveau. Jeetje, man. Nog wel eventjes Almere verloren natuurlijk. Zeker. Nee, dat is natuurlijk Almere verloren. Dat wordt link voor jou, hè? Nou ja, het is... Ze kunnen nog steeds de periode pakken. Ja, maar ze hebben het niet meer in eigen hand. Mart heeft het opgezocht, dus ik zal het even vertellen. Vertel het eens. Door een nederlaag hebben de Almeerders met nog één speelronde te gaan... Almeerders? Deelname aan de play-offs niet meer in eigen hand. Volgende week speelt Almere de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Jong AZ. De achterstand op de nummer 2 in de periode staat FC Eindhoven, die je plek geeft... Plek recht op de play-offs bedraagt 1 punt. Zo, dit ging soepel, dat was niet normaal. Dus FC Eindhoven speelt tegen Volendam. Uit. Ja, Volendam speelt nergens voor. Volendam die gaat, of FC Eindhoven gaat gast erop geven. Ja, Lars, ik denk dat je daar genadig van af gaat komen. Nee, ik weet dat niet hoor, want dinsdag, of maandag of dinsdag, ja, dat ligt eraan aan Mart, dan beginnen die play-offs. Dus die zijn Eindhoven, die zijn al zeker van die play-offs. Mm-hmm. Dus die gaan nou een half geblesseerde speler of eentje die op scherp staat. Mm. Die gaan ze niet opstellen om die periodetitel te winnen. Want dat levert wel wat geld op. Ja. Maar verder levert ze niks op. Toch? Dus ik denk dat die zich juist rustig houden. Omdat ze maandag of dinsdag weer moeten vlammen. Ja, maar ja, aan de andere kant, Volendam is er al. Ja, die spelen vrij uit. Die hebben niks te verliezen of te winnen. Dat kun je ook denken. Ja, dat is waar. Dat is het mooie van het voetballerij. Maar wij kunnen gewoon alles zeggen en je kan het gewoon helemaal recht breien. In principe kan het alle kanten op. Het kan alle kanten op gaan. Ik moet wel zeggen... Maar Lars, maar even serieus. Stel je voor. Ja. Ga je hem echt laten zetten dan? Ja, natuurlijk. Ja, maar dan moet ik het doen ook. Kom, klaar. Nee, dan kan ik niet meer terug. En Almere wint wel zelf natuurlijk. Jong AZ. Ja, daarom. Nee, ja, maar dan, het is bij promotie. Hè. Het is niet bij de winst van de periode. Het is bij promotie. Dan ben je gewoon nog 5 wedstrijden verder. Natuurlijk, anders hadden we in het stadion gezeten. Maar als ze promoveren, ja, natuurlijk doe ik het dan. Want dat heb ik beloofd. Maar dan moet Ali de Aap hem zelf zetten. Ja, dat is de enige voorwaarde die ik En krijgen we hem hier dan wel te zien of ga je factureren? Nee, dan laat ik hem hier wel zien. Ik weet alleen nog niet waar ik hem moet zetten. Ik heb wel een idee. Ja? Als ik zo kijk. God, ik loop ook de hele tijd. Ik loop de hele tijd te kijken naar die bord. Nou, dat borst daar van je, maar je kan er ook niet omheen, hè? Het is redelijk in beeld, hè? Hij zit echt tot je navel, man, dat ding. God, hé. Hey. Lekker, man. We gaan verder, jongens. Even kijken. Ja, volgens mij, Joop, jij deed net al een kleine introductie. Een kleine afscheid van Emmen. Gaan we al naar de beauty? Ja, we zijn al bij de beauty. Nakijken, ik zag een tweetje voorbij komen van @Dennis Emmen. Dat is een bekende, jazeker, bekende supporter. Van? Van SM, ja, wel echt een hunnebed, waar is dat? En, maar hij zei tegen mij, ja Joop, jij moet Jannes Adio Amore Adio kofferen. Weet je nog, want hij hoorde mij natuurlijk gewoon skik zingen. Hier. Nou, okay. Nou, toen dacht ik bij mijn eigen, heel Dennis. Dan noemen we dat ook. Jullie gaan kampioen, weet je, jullie zijn kampioen. Als jij dat wil, doe ik dat. Ja. Dus ik heb speciaal voor Dennis Emmen, voor FCM is zijn kampioen geworden, heb ik Jannes Adio Amore Adio lekker gekofferd. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Dennis, deze is voor jou, oude pik van me. Knal hem maar erin. Maar ik ben ook zo blij dat ik jou ontmoet. Lekker. Wat ik nu van jou heb, dat zijn duizend dromen. Dat is een Haagse. Hebben we iets om het al moet ik nu al zijn nemen. Ja, het gaat je goed. Ja, het zo doen. Ja, no, we gaan beginnen! Ik heb hem nog even dit gemaakt. Dat gaat goed doen. Adio, amore, adio.
als souvenir in mijn dromen mee. Ook al ben ik ver weg, ik zou over je waken. En over een tijdje, dan zijn we weer met z'n tweeën. Gefeliciteerd met de promotie en, en het kampioenschap. En het kampioenschap. En tot over mooi. 2 jaar. prachtig. Door. Ja, prachtig. Een stukje emotie, hè, wat er dan toch uitkomt. Oh, heerlijk. Jongens, ik denk dat het tijd is voor één van de leukste onderdelen van onze podcast. De voorspellingen. Ja, waarvan ik moet zeggen. Op het veld van FC Eindhoven met FCM is daar vrijdag nog even over gesproken. Ja. Ja. Jeroen Veldmaat zei tegen mij, wat een goede podcast. En toen ging het nog even over de mystery guest. Ja, dat sommige mensen gewoon met voor- en achternaam opnamen, dat konden zij niet helemaal geloven. Nee, dat geloofden ze niet. Ik moest het even zeggen. Maar, Paul Gladon 2 keer achter elkaar. Ja. Ja. Ja, Lars. Zeer bijzonder. Ik ga het al lachen. Mooie vent. Ja, we gaan weer zien. Het is iedere keer weer wat. Ja. We hebben vragen op onze telefoon. Ik ga eerst even kijken of dat Mart weer origineel uit de hoek is gekomen. Ja. Ja. Even kijken. Wat is het hoogtepunt uit je carrière? Zo, ik heb die vraag dit jaar denk ik een keer of 80 gesteld. Maar je kan ze zelf niet bedenken. Dat is zelf leuke vragen. Denk je nog wat? Nogmaals, Mart. Een klein factuurtje doet wonderen bij me. En dan wil je kies naar geldwolf. Nee, ik ben een geldwolf. Ik kom er gewoon... Nee, heb ik het niet gezegd. Oh. Maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Kijk. Die gaan we uitzoeken. Dames en heren, de mystery guest. Jullie kennen het concept. Joop en Ferry gaan om. Wij kennen het concept. Ik moet het zo meteen ook nog een keer uitleggen aan de mystery guest. Dus ik wacht nog even. Ik ga met de eerst bellen. Ja. Maar hij weet wel dat hij mystery guest is, of niet? Dat hoop ik. Dat is wel redelijk cruciaal. Hallo. Hey, goedenavond. Mystery guest van onze podcast. Goedenavond. Joop en Ferry gaan zometeen omstebeurt u een vraag stellen om uw identiteit erachter te halen. Bent u daar klaar voor? Jazeker. Oké dan. Mystery guest, Joopia. Wat is je bijnaam in de voetballerij? Ja, dan weet je wel, denk ik. Dan doen we hem niet. Doen we een andere vraag. Joop heeft een andere vraag. Ik heb een andere vraag dan. Wat is de beste en wat is de slechtste trainer die je gehad hebt? Kijk. De slechtste, Gertje Verbeek. De beste, Erik ten Hag. En de beste, Erik ten Hag. Hey, Erik ten Hag. Schrijf jij mee, joh? Ik schrijf wel mee, ja. Erik ten Hag. En hij heeft onder Verbeek gevoetbald. Hé, maar wat maakte Verbeek dan zo slecht? Het was voor mij vooral persoonlijk. Het was gewoon geen goede trainer voor mij. En hoe noem je het? Niet echt een mens die volledig mij kon begrijpen. En ook medespelers. Oké. Okay. Ja, goed. Uiteindelijk denk ik dat hij ook vaak ontslagen is, toch? Dat hij niet heel goed heeft gedaan. Ja. Bekende stem. Ja. Ik zit ook te luisteren. Verder, jouw beurt. Wat is de beroemdste wedstrijd die je ooit gespeeld hebt? Goh.
Nou, dat valt wel mee hoor. Maar ik heb qua grootte van de wedstrijd finale gespeeld in de beker. Oké. Okay. Bekerfinale in de beker. Wat is het hoogtepunt uit je carrière? Ja, die bekerfinale. Het hoogtepunt is, niet echt. Ik heb een half uurtje gespeeld. Maar een persoonlijk hoogtepunt was denk ik toch kampioenschap in de Eredivisie. Of kampioenschap in de Eerste Divisie. En dat ik op een gegeven moment topscorer van de Eredivisie was. Topscorer van de? Eredivisie. Eredivisie, ja, tijdelijk hè. Maar helaas niet afgesloten door bestuurders, maar tijdelijk. Dat was na twee wedstrijden of zo, dat je één doelpunt erin gelegd. Nee, dat niet. Dat was na 15 wedstrijden gelopen. Oké. Ja, ik heb de vragen doorgekregen van Mart, dus ik weet niet waarom ik dit moet vragen, maar dat zal wel een goede reden hebben. Wat is het gekste teamuitje dat je hebt meegemaakt? Gekste teamuitje. Dat was denk ik toch bij Willem 2. Met een limousine gingen we toen naar België. Met het hele team op stap. En dat was gewoon geniaal. Dat was gewoon op maandagavond gingen met een limousine van via Danny Landsaat. Die had dat geregeld. En dat was wel een gek uitje, moet ik zeggen. Mooi man. Naar Antwerpen. Naar Antwerpen, ja. En wat is daar allemaal gebeurd dan in Antwerpen? Ja, dat kan ik niet meer herinneren, denk ik. Hey, ja, dan kom ik toch bij die vraag, denk ik. Wat is jouw bijnaam in de voetballerij? Ja, kale koppen niet te stoppen. Kale koppen niet te stoppen. Oké, kale kop. Topscorer in de Eredivisie geweest. Tijdelijk. Na 15 wedstrijden. Onder Erik ten Hag gevoetbald en Verbeek. Godverdomme. Bekerfinale. Willem 2. Ik heb wel een vermoeden. Ja, ik moet niet zo moeilijk zijn, toch? Nee, nee. Gooi je op ver. Ja, ik denk dat dit Ruud Boijmans is. Ja. Ruud Boijmans. Wie is jullie man? No Art Ruud Boijmans. Ja, dat zo kennen ze me niet tegenwoordig. Ja, toch? No Art. Lars, ken je klassiekers, man? Hij heeft een hartstikke mooi bedrijf nu. No Art, waar hij allemaal feesten mee organiseert. Oh? Ja, toch, Ruud? Ja, zeker. En wat voor feesten zijn er dan? Het zijn feesten elektronische muziek. House en disco. Oké. En dat combineren met kunst. En we gaan nu het festival doen 30 juli op de NSM-werf voor 10.000 bezoekers. Mooi. Hoe laat worden we verwacht? Ja, 1 uur. Dat is goed. Hé, maar Ruud, hebben wij dan ook een stukje gastenlijst, een stukje VIP-treatment? kunnen wij dat verwachten? Worden wij ook opgehaald met de limousine dan? Kan dat geregeld worden? Ja, dan geef ik die limousine voor jullie, ja. Nee, maar vet op de NDSM. En hoe heet het dan? Die kan nu ook even meteen voor alle luisteraars die wij hebben, even je momentje pakken. Nee, het festival, of het evenement heet No Art. Dus geen kunst in het Engels. No Art. Ja. Geen kunst. Ja. Hey, maar, vertel, een hele vraag. Ja, Ruud, ik heb een vraag, want zeg maar bij FC Utrecht ging het eigenlijk heel goed, had ik het idee. Ja. En toen ben je ergens naar de Zandbak gegaan, toch, of niet? Ja, klopt. Ik had eerst een heel goed jaar. Eerst een heel goed eerste jaar. En toen was de stopschool van de Eredivisie. En toen raakte ik zwaar op het tweede jaar. En toen ben ik er teruggekomen na een jaar. Toen eigenlijk weer veel vooral ingevallen toen, omdat Allaire spits was. Mm-hmm. Maar wel veel goals gemaakt nog. Volgens mij 10 goals en 16 wedstrijden. En toen dacht ik van ja, oké, toen kreeg ik die aanbieding uit Dubai. En toen dacht ik, met mijn lichaam en mijn blessure. Gevoeligheid. Toen dacht ik van, nou, deze kans komt nooit meer voorbij. En toen heb ik 3 jaar getekend in Dubai. En hoe was het leven daar zo? Het was warm. En het was moeilijk voetballen. Na 2 maanden werd Rutte ontslagen. Nee. Dus toen moest iedereen weg die hij gehaald had. En toen raakte hij daar nog zwaarder besteed aan mijn enkel. Nog verkeerd geopereerd daar. Dus ja, voor mij was die ervaring echt dramatisch. Ja, maar goed, uiteindelijk heb ik wel mijn geld gekregen. En dat is eigenlijk waar het om ging. Dat was wel, ja. Dat is dan wel weer lekker, Ruud, of niet? Hey, maar even, want we zien dat wel eens op tv, hè? In zulke landen met half lege staat. Is het echt zo zoals wij het altijd meekrijgen, zeg maar? Of zitten daar afgeladen vol? Nee. In Saudi-Arabië zit het echt vol, maar in Dubai zit het echt leeg. Mensen die kijken gewoon, ze zijn wel voetbalfan, maar ze kijken alles thuis. Ze gaan niet naar de stadions. Omdat het te warm is? Ja, geen idee. Ja, Saudi-Arabië zou het ook warm zijn, zou je zeggen, toch? Maar daar is het wel vol. Oké. Okay. Ja.
Hey. Maar dat is toch een bepaalde cultuur die er is of zo. Geen idee. Maar ja, nee, het zit allemaal half vol, leeg. En, ja, het is hartstikke warm te voetballen. Dus het niveau is ook natuurlijk niet al te hoog. Ja, want dat vraag ik me eigenlijk af. Hè. Even een klein uitstapje, want financieel is het natuurlijk te gek. Maar daar is als, binnen neem ik aan, toch? Ja, maar als voetballer zelf zijnde, weet je wel, voor een paar man in een paardenkop aan het voetballen zijn, weet je, terwijl je, nou ja, als je ervoor bij Utrecht, als het zo gegaan is, is dat dan wel leuk om te voetballen? Als je op je bank rekent, nee, je moet jezelf echt opladen. Ik had altijd het idee dat ik een soort in een voorbereiding zat, zeg maar, snap je? Ja. Elke wedstrijd. Maar goed, kijk, je maakt die keuze bewust, vooral financieel. Dus daar moet je het echt niet over gaan zeiken, weet je. Dus ik was er ook wel bewust van. En je moet jezelf wel echt opladen inderdaad om, ja, om dat gevoel van adrenaline naar boven te krijgen. Want dat heb je dus niet tijdens de wedstrijden. Hey, nee. Ruud, ik volg jou een beetje op social media. Want ik vind jou echt wel een mooie vogel om zo maar te zeggen. Kijk aan. Hey, ben jij ooit wel gelukkig geweest als voetballer zijnde? Ja, dat is altijd bij mij ups en downs geweest. Ik ben heel gelukkig geweest, maar ook heel ongelukkig. En na verloop van tijd, toen, dat heb ik ook verteld in een interview natuurlijk, in de laatste VI. Toen heb ik toch de eerste keuze gemaakt om vrij te gaan leven. En toen was het leven wel wat makkelijker voor mij om een voetballer te zijn. Want, ja, ik snap dat wel, want ik heb dat zelf gedaan, Ruud. Alleen toen was ik nog maar 15, dus... dat scheelt financieel wel iets, als je beter op je 25 bent. Wat zei je? Toen was het zeker snel voorbij. De ja, het was snel voorbij. Ja. Hey, want wat was jouw mooiste periode dan? Als voetballer? Willem II was heel mooi. Het kampioenschap. Samen met Ali, met Saoud. Ja. Was dat het seizoen met meer dan 100 punten toen? Of meer dan 100... Wat was het? Was het dat seizoen? De laatste speeldag waren we pas kampioen geworden. Okay. Dus dat viel nog mee. Okay. Dat was gewoon heel persoonlijk mooi om kampioen te worden. Dat is altijd mooi. Maar uiteindelijk was Utrecht ook natuurlijk topperiode. Omdat ik daar gewoon eigenlijk voor de eerste keer echt de Eredivisie liet zien dat ik het echt aan kon. En dat echt ook het verschil kon maken. En dat is natuurlijk ook mooi. Ja. Hey Ruud, en nog één vraag dan. Wat is dan jouw favoriete drugs eigenlijk om te gebruiken? Ja, ik heb er wel eens alles aan gehad, dus ik... dus dat is een moeilijk kiezen. Moeilijk kiezen. Zo wel lekker, hè? Zo lekker spul. Rare vraag, wacht even. Hey, mooi man. Ja. Hey, maar Ruud, we zien 30 juli. Ik zet het in de agenda. Ja. Ja. Ja, top jongens. En laat me weten als jullie langskomen. Zeker. Ja. No ja, Art, we gaan het volgen, man. Absoluut, absoluut. Oké. Ruud, dankjewel. Dankjewel. Even fijne avond. Yo, later. Hoi. Ja, is een mooie vent. Ik volg hem dus op social media. En, vooral dan op Instagram. En dan zie je hem wel lekker op de goede feestjes staan. Ja, hoor. Ja. Staat hij lekker in Mexico, lekker bij een DJ-boot. Vaak lekker, wel man. Met hele mooie vrouwen om hem heen. Ja. Die man heeft het naar zijn zin. Ja, maar ik wist dat echt niet dat hij dat... ik word bijna afgefakkeld hier dat ik dat niet wist. Kijk, dat hij sommige mensen volgen het voetbal en sommige mensen volgen het niet, Lars. Nee, ook een goede spits, hè? Ik vond echt wel een goede spits. Absoluut. Begon heel erg goed. Ja, dat was sowieso wat je zei. Maar dan weet je wat hij zei. Volgens mij zat hij nooit echt helemaal lekker in zijn vel in de voetballerij. Hij kon hij niet helemaal zichzelf zijn. En ook gewoon met kutblessures dus gehad. Ja, dan houdt het gewoon snel op, joh. Dat is gewoon bout. Maar wat jij ook had op je 15. Ja, precies. Maar Ferry, gefeliciteerd. Wederom goed gedaan. Ja. Dankjewel. Ja. Ik was er nog niet opgekomen. Nee? Heel eerlijk, nee, ik was er nog niet. Nou, ik vroeg het eerst al in de app aan Mart. Ik denk, ik ga niet zomaar die naam roepen terwijl ik het niet zeker weet. Dus, het is zijn Mart, dat is hem. Ja, dus oh, zo werkt dat. Toen durfde ik hem wel erin te gooien. Jongens. Ja. Nee, oké. Hey, kale koppen niet te stoppen. Even wat anders. Over namen gesproken. Als ik zeg... Waar gaat Hilterman naartoe? Kale koppen niet te stoppen. Wat zeg jij dan? Dit was het mooiste moment. Ja, jongnak. Dit was het mooiste moment van het weekend, vond ik. Nou, ik heb de video... even voor de mensen. De huldiging was natuurlijk van Emmen. Ja. En daar was Jerdy Hilterman ook. Die nu natuurlijk bij NAC sinds de winterstop onder contract staat. Ja. Tot 2024, toch? Best betaalde speler, toch? Goed salaris ook, hè? Behoorlijk. Maar goed, die was dus daar op het feest. En die kreeg de microfoon. Ja.
En die begon dus af te steken van, ik heb een fout gemaakt. En, ik ben jong, iedereen maakt fouten. Ik ga ook naar de Eredivisie, zei die. Ik ga ook naar de Eredivisie. En toen deed hij een klein Karim Rekikietje. Ja. Van, waar gaat Hilteman naartoe? En dan mensen roepen FC Emmen. Ja. Nou heb ik dat een beetje, nou begrijp ik van het publiek wel dat je dat roept, zeg maar. Meer omdat, hè. Beetje de boel. Er hoort toch, en je pilsie op. Ja, en, iedereen doet mee, maar zo populair is hij ook niet in Emmen, hè, die gozer. Nee. Want het is gewoon een hele middelmatige speler, FC Emmen. Was gewoon blij dat hij was verkocht aan... Met winst, hè? Aan jullie. En ook bij jullie maakt hij het ook helemaal niet waar. Nee. En die gozer is doodongelukkig bij jullie, maar wel een lekker contractje met een lekker salaris. Maar is hij nog welkom bij jullie? Nou, nee. Dat denk ik niet. Nee. Nou ja, ik denk... Je hebt niet populair gemaakt. Ik heb echt met stijgende verbazing zitten kijken. Maar ik heb het ook echt al 5-6 keer gezien. Ja, het wordt steeds raarder. Want je ziet op een gegeven moment, ga je die spelers van Emmen letten. En die kijken elkaar ook aan. Van wat is dit nou? Maar hoe komt hij überhaupt op het podium terecht? Nou kijk, hij heeft natuurlijk tot de winststop bij Emmen. Hij heeft er 8 gemaakt of zo. Dus hij heeft wel een aandeel gehad in het kampioenschap. Al draaide het toen nog helemaal niet. Maar goed, ze hebben toen de wedstrijdje ook gewonnen. En toen was hij vrijdagavond al mee geweest met Emmen. Dus dan is hij na de wedstrijd bij NAC meteen die kant op gereden. Nou ja, dan heb ik zoiets van ja... Dat kan prima, toch? Prima, als ze hem uitnodigen, natuurlijk, dan misschien ligt hij goed in de groep. Maar toen de volgende dag nog en dan op het podium en dan nog even de microfoon pakken. Ja, dat... Ik heb een fout gemaakt. Ja, ik denk echt dat die jongen zwak begaafd is. Ja, denk ik. Nou, dat weet ik niet, maar wel gewoon scheid. Hij wel scheid. Nou ja, nee, dan moet ik hem wel nageven. Nou ja, scheid heeft hij denk ik. Ik denk dat het er een beetje tussenin zit, om het zo maar te zeggen. Nee, maar dat hij op dat moment... totaal geen idee had van, zeg maar, wat de consequenties waren. Ja, dan ben je toch zwak begaafd, of niet? Ja, dan ben je niet goed bezig. Dan ben je weet je wat ik nog het meest bizarre vind? Hoe lang zat hij bij Emmen? Ook een half jaar. Vier maanden. Korter dan bij NAC, denk ik. Ja, hij doet net alsof hij daar is opgegroeid. En, Nou ja, kijk, als je daar nou inderdaad vanaf de C1 bent doorgestuurd, weet je dan... Ja. Nou ja, maar weet je wat ook kan, hè? Misschien is hij wel via Breda eerst naar Amsterdam gereden. Is hij naar Ruud Boymans geweest. Ik heb een drugs gehaald en daarna door naar Emmen. Dat hij gewoon onder de doop zat. Dat ken ook, hè? Ja, dat ken ik denk dat er is nu voor mij nog... Ik ben niet haatdragend, hè. Maar er is voor mij nog maar één scenario mogelijk. En dat is dat we als NAC zijnde... Ja, gewoon heel zijn carrière kapot maken. Nou, dus very, man. Geen contract ontbinden. Gewoon tot 2024 moet hij zich iedere dag melden. Hij vindt het beter als ons bij elkaar. Hij mag geen trainingspak van NAC aandoen. Dus hij moet zijn eigen trainingspak meenemen van thuis. Van en rondjes hemmen. Lopen. Zoals Chelsea deed bij Bogarde. Ja, toen was het andersom, hè? Toen wilde Bogarde niet weg. Ja, okay. Dus hij zei van, maar die moest ook rondjes lopen, hè? Ja, die wilden ze niet meer hebben. Maar ze moeten dit absoluut niet zijn contract gaan ontbinden. Dat geld ben je kwijt. Hè, er gaat geen gekke Hij gaat ook dus nooit meer een wedstrijd spelen. Nee, dat lijkt me niet. Natuurlijk wel. Een trainer die gaat die gozer weer gebruiken. En dadelijk schiet hij daar ineens per ongeluk 5 in. En dan is het weer een mannetje. Staat weer vooraan. Maar zo werkt het echt in de voetballerij. Gelukkig. Nou, weet je wat de ellende is? Want en jij ook. Hij schiet er nooit in. Nee, dat is ook wel de ellende. Maar onze spits Bannes, die is nou geblesseerd geraakt. En Bilaat is nog niet helemaal 100% fit. Dus je hebt gewoon geen spits nu? Nee, maar het seizoen speelt hij niet meer. Want ik begreep dat hij in de selectie bij NAC ligt hij ook niet goed. Die vond het ook een rare snuiter. Zal dat hiervoor misschien... Ja, misschien wel. Maar dus dit seizoen gaat hij in ieder geval niet meer spelen. Maar ik denk dat hij op contractontbinding uit is of zo. Ja. Nou, ik vond het heel grappig. Hij wil weg. Ik vond het heel grappig dat hij... Want NAC heeft geprobeerd om contact te krijgen met hem de dag daarna. En toen heeft hij de hele dag zijn telefoon uitgestaan. Toen was hij niet bereikbaar. Maar toen wisten ze wel te melden dat hij doodsbedreigingen had gehad. Ja, dat vond ik toch knap, want zijn telefoon stond er. Dus dan hebben ze misschien aan zijn deur gestaan of zo. Maar dat vind ik dan ook wel weer heftig, hoor. Doodsbedreigingen. Ja, maar dat is helemaal niet. Dat heeft die Mauri Steijn, die Agenese hier, die heeft dat ook gebruikt. Was dat ook niet? Dus durf jij nu te zeggen dat dat toen ook niet waar was? 100% zeker. Mauri Steijn die zat met zijn lui reet op Ibiza. En Sam die moest bij oma in de schuilkelder gaan zitten. Want er waren doodsbedreigingen aangekomen. Nou, er is nooit... Maar dat weet je toch niet 100% zeker? Ja, 100% zeker. Maar jij weet toch niet van 15.000 man wat ze wel of niet jawel. Doen? Jawel. Nou, 14.000 zeker. Maar want dat is ontkracht ook. Want toen is er een bericht gekomen van NAC-spots van dat ze niet accepteren dat Mauri Steijn of dat de lokken weggaan en Steijn niet. Dus die zouden iedere dag een of andere actie gaan voeren totdat het zover was. En zij hebben dat gezien als
doodsbedrijf. Maar er is ook nooit aangifte gedaan, nooit een vervolg aangekomen of zo. Dus dat is gewoon 100% niet waar. En dit ook, kijk, misschien heeft er op Instagram iemand gezegd van krijgt door de kanker of zo. Maar ja, en daarna begroeten ze elkaar zo s'morgens. En nu gaan we gecanceld worden. Dankjewel. Dan is dat zeker dat je doodgaat natuurlijk. Nee, dat hoeft niet. Nee. Dat zie je wel onze trainer, hè? Genezen, wij gaan gecanceld worden. We moeten nu niet meelachen. Dat zijn wij de Sjaak, Lars. Dat ga ik niet doen. Hey, samen thuis, jongens. Nee, ik gooi je gewoon voor de bus, jongen. Een geneetje. 100%. Ik heb niet meegelachen, ik heb niks gezegd. Eerst mij voeren, hè, over Hilterman en dan dit. Oh, ver, zeg het nog een keer. Zeg van Hilterman. Maar om het nog even te... Voor mijn gevoel, ik vind het een bijzonder interessante materie. Ja, nee, maar echt. Want het is, want wat moet Emme doen? Ja, die doen niks. Die gaan hem echt niet nemen of nee, zo. Maar die hoeft toch niks meer te doen? Die hoeven niks. Ze hebben gewoon een leuke maloot op het podium gehad. Ja, die hebben gelachen. En die gozer die staat gewoon onder een heel lekker contract in Breda. Ja, ik zou met alle liefde rondjes gaan lopen bij jullie hoor, voor dat geld. Ja, maar dan is hij in 2024 klaar hè, met zijn carrière. Ik kan ook niet voorstellen dat een andere club hem nou zomaar oppikt. Nee, ik denk, omdat het ook niet zo'n hele goede spits is. Nee, daarom. Dus het is al KKD. Ja. Nou, en die denken ook wel drie keer na, toch? Voordat ze zo'n maloot erbij halen, of niet? Wat vonden jullie ervan dat mensen zeiden dat het ook van Emmer raar was dat hij daar stond ook? Ik hoorde jou aan het begin ook een beetje... Die zijn ook verrast, denk ik. Ja, ik denk dat hij dus gewoon mee was in dat feest, omdat hij dus een aandeel heeft. En hij heeft gewoon misschien... Ik heb het niet vooraf van... Ik was er zelf niet bij namelijk. Okay. Ik was gewoon waarschijnlijk op het bankje thuis. Oh. Hij heeft gewoon een mic gepakt en hij is het ding gaan doen. Ja, is niet handig. Nee. We gaan het in de gaten houden. Zeker, scherp. We gaan even verder naar de voorspellingen. Kom erop. Ik heb een puntje erbij, hè? Ja, je hebt sowieso een puntje. Deze week spelen we natuurlijk ook weer voor een mok. Onder het motto gokken voor mokken. De winnaar van vorige week. Ja, die was er. Wie was dat? Staat er. Twee mensen hebben gereageerd. Broers ook. Oh, dan mochten geen namen weten. Oh, nee, excuus. Welke is het leukst? Ja, sorry. Voor de luisteraars en kijkers, ik ga het even opnieuw uitleggen. Dit zou mij niet gebeuren, hè? Ik van Mario Bilate. Dat is echt scherp als ik. Maar oké, ga verder. Eerst ging het namelijk over speelde clubvoorkeur namelijk een rol. Maar nu doen we het even anoniem. Ze hebben allebei een anekdote verteld over de keukenkampioendivisie. En die het leukste is... Ja. Die krijgt een mok. Zeg ik dat het, zo goed? Het viel mij wel tegen, hoor. Even voordat we dit afronden. Wat dan? Nou, er waren er een stuk of 5, 6, toch? 7 mensen. En we krijgen 2 anekdotetjes binnen. Ja, nou, dit zijn de 2 leukste. Maar wij hebben een heel groot redactieteam. En die hebben deze 2 dan uitgekozen. Oh, dat is het. Dan mogen de 2 PN'ers, zijn wij dan. Die mogen dan de winnaar uitkiezen. Nou, daar komt de eerste. Ja. Ik zat op Valentijnsavond bij Almere City Cambuur te roepen om Ruud Boymans. Door de hele tijd te schreeuwen naar coach Ole Tobiasen. Kale koppen, niet te stoppen. Hey. Nou. Oké. Okay. Een leuk verhaal. Ja, het wordt nog beter. Ja, oh, de tweede is beter, vind jij? Nou ja. Jij bevoorkeur. Nee. Oké, gooi erin. Of deze. Wouter Jansen was een middelmatige wisselspeler. Ik was de enige die het in hem zag zitten. Hij gaat warm lopen. Ik, Wouter Jansen! Uitvak lachen, Wouter zwaaien. Na jaren hoorde ik het nog van supporters. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als dit de 2 beste verhalen zijn, schaam ik me dood voor de rest van de verhalen. De enige 2. Oh, de enige 2. Waren er toch nog 7 verhalen die waren ingestuurd? Nee, helaas. Oh. Maar er hebben maar 2 het gedaan. Nou, dan zit je met dit. Dan ga ik voor verhaal nummer 1 over Ruud Boymans. Ja, die verhaal nummer 1 is een Feyenoord supporter. En 2 is een Graafschapsport volgens mij. Dus ik kies 2. Ik ga voor... Ja, en nu dan? Nu moet jij kiezen, Lars. 1. Juist. Oh, wie heb er gewonnen dan? Wie krijgt de mok deze week? Broestol. Is dat Broestol? Nee! 2. Ja, dat zeg ik toch de hele tijd? Nee, Broes krijgt nou de mok. We hebben het gezegd. Ja. Hey, maar die Broes, je hebt wel een lekker leven. Hè? Die zit even in Marseille nou. Ja. Moet wel een beetje uitkijken voor zijn leven ook daar. Zo. Met al die hooligans. Link hoor. Maar ik hoorde dat Niel gewoon de portemonnee weer trekt. Hoor. Ja. Voor heel het trapje. Ja, wij mogen naar Helmond. We mogen naar Marseille. Verschil moet er zijn, mensen. Ik ga liever naar Helmond. Tuurlijk, zei ik veel gezelliger. Maar goed, jongens, de voorspellingen van vorige week. ADO Den Haag, Almere City, 1-0. Verheid. Ja, ja. 2 punten voor Joop. Hoppakee. Hoeveel doelpunten maakt Joey Slegers tegen Emmen?
Ja, nou, het antwoord was 0. Dus een punt voor Ferry de Bond. Ja, goed gezien, jongen. Vraag C. Er heeft nog geen speler in de keukenkampioendivisie dit jaar 2 rode kaarten gekregen. Komt er iemand op 2? Zo ja, wie? En het antwoord was nee. Punt voor mij. Het was wel, we kregen weer even kritiek. Ik wilde er ook even een beetje van. Oh ja, ja, goed zo. Maar Macht kreeg kritiek, hè? Er zijn heel veel mensen van, ja, die zeiden dit is niet na deze speelronde bekend. Dat is nog een speelronde verder pas. Dus jouw punt staat nog even op pauze, vind ik. Nee hoor. Oké. Okay. Nee, inderdaad. Hoeveel supporters komen er vrijdag bij alle wedstrijden samen? Ja. En dat antwoord was, dat ga ik even opnoemen, 55.652 volgens teletext. Dus, wie heeft maar een puntje? Daarvan, ja. Ferry zat er dichtstbij. Puntje voor Ferry de Bond. Jawel, jawel. Netjes ver. Tussenstand, Joop Buit, 17 punten. Mijn eigen persoontje 16 en Ferry 21. Je gaat goed ver. Je laat dus als zien. Ik nou niet meer meedoe bij die laatste keer, dan win ik nog. Als ik het goed dat denk ik wel. Ja, maar die tellen de volgende tellen dubbel. Voor 4. Voor 4. Voor mij en voor Joop tellen ze. Of gaan we de play-offs door? Nee, toch? Oh, wel. Ja. Oké. Okay. Herman Tiemans, je bent de winnaar, want je had A, B en C. Netjes, hoor. Goed. Netjes, Herman. Dan goed, ga ik eventjes daar inderdaad. Herman in de zon op een terras. Leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Oh, nee hoor Herman, je leeft. Yeah. En als je leeft, stuur ons even een DM, want dan komt die mok zo snel mogelijk jullie kant op. De voorspellingen voor over 2 dagen alweer. Ja, gek. We gaan lekker, hè? Heel gek. Lekker, op het moment van luisteren, morgenavond. Wat wordt de uitslag van Excelsior NAC Breda? Dat wordt, om precies te zijn, 1-1. Nee, ik denk 0-0. Ik denk 3-1. Ja? Excelsior ineens met een 3-klapper. Nou ja, sparen zich. Dan in gaan? Ik heb geen spits. Sparen zich. Ja, heel te man. Ja. Ja, het is... ja. En hij is ik wel vind fit. Het gewoon voel hij is wel fit. Hij is heel fit. Hij is wel fit, ja. Vraag B. Wie sluit de competitie af als topscorer op dit moment? Thijs Dallinga 31 stuks. Die niet. Thomas Verheid 30 stuks. En Roberto Mourinho 29 stuks. De kans is groot dat Verheid niet gaat spelen, hè, voor de play-offs. Die kans is aanwezig. Dus ik ga dan voor Thijs Dallinga. Ja. Ja, dat is over nagedacht. Ja, ik ga dan doe ik Muren. Die maakte nog 2,5. Wie staat er 4? Ja. Vente met 22, nou, dat wordt krap. Caroda. Dan ga ik... Even serieus antwoorden. Dan zeg ik ook Dallinga. Ja, Dallinga gaat het doen. Ja. Hij begon lekker, hè, Dallinga. Hij heeft volgens mij na de winterstop zeer weinig gescoord. Klopt. Komend seizoen maakt hij er 4 of 5, denk ik. Ik heb natuurlijk heel veel contact met scouts uit de Noorden. Ik zou hem nog niet halen. Nee? Nog even een seizoentje laten. Rijpen in de KKD. Snuffelen. Juist. Wennen. Antwoord voor vraag C. Wie van de volgende 3, Almere, NAC of de Graafschap, mist de play-offs? En dan moet ik dus even goed zeggen. Maar deze vraag even opnieuw stellen? Ja. Wie van Almere, NAC of de Graafschap mist de play-offs? Haalt het dus niet. Dus het gaat erom dat Almere die periode pakt, ja of nee? Want als ze hem niet pakken, dan missen ze hem zelf. En als ze hem wel pakken, mist de Graafschap. Als Eindhoven wint bij Volendam, dan kan Almere niet de periode winnen. Almere moet zelf winnen en dan moet Eindhoven verliezen bij Volendam. Okay. Of ze zetten bij VVV Toppels de joker in. Ah joh, wel, uit welke clubs kan ik kiezen? Uit Almere, NAC of de Graafschap? Maar ik denk Almere, want ik denk dat Eindhoven gaat winnen van Volendam namelijk. Dus, ik denk ook Almere. Ja, dan denk ik Almere. Ja, ik denk ook Almere. Maar ik hoop NAC eigenlijk. Ja, dan moet het wel heel gek lopen. Hoe langer ik hier zit met Ferry, hoe meer je een hekel gaat krijgen aan dat hele Brabant eigenlijk. Heb je van Roosmalen nog gehoord over NAC? Wat vond je daarvan? Dat is al lang geleden. Dat is al 2 weken geleden. Maar dat geeft niet. Ik vind dat... Ik ben er een beetje moe van. Ik weet, die act van Verroosmalen ben ik een beetje moe. Oh, ik niet. Ja, wij zijn totaal geen act hier. Nee. En dan niet. De allerlaatste vraag. Wie maakt het allerlaatste doelpunt van het huidige, van het reguliere seizoen? Ja. Het allerlaatste doelpunt? Ja, dus dan ga ik, zal ik... je kunt alle wedstrijden wel noemen. Maar dan kun je gewoon een naam gaan noemen. Ja. Gewoon een willekeurige naam. Ja. Nou, wie denk jij? Ja, ik denk het te weten zelfs. Zeg. Gleiner Plet. Denk ik. Oké. Okay. Joop Buit. Nou, dan ga ik toch ook wel voor een redelijke vriend van de show, terwijl hij nog niet in de show is geweest. Oh.
Hij heeft nog geen doelpunt gemaakt. Nou. Wat speelt al? Randy Walters. Randy Walters. Gaat het doen. Okay. Tegen wie speelt hij als er überhaupt? Ja. Tegen Roda uit. Maar ja. ik denk, ik zit even te kijken. Ik denk dat het iemand van Dordrecht gaat worden. En okay. Dan ga ik voor Stijn Meijer. Stijntje Meijer? Ja. Dat waarom denk je dat dan? Nou ja, dat weet ik niet. Omdat Dordrecht... Ken je hem? Nee. Maar ik vind Dordrecht blijft een gek ploegje af en toe. Hè? Ja, klopt, want ja, spelen best goed. Jong PSV. Ik heb zomaar het gevoel dat die daar nog, weet ik veel, 90 punt plus 5 of zo nog de 1-2 ja. Of zo nog gaan maken als Dordt zijn. Dus maar jij bent zeker dat het een bestaande speler is? Dat is een bestaande speler. Hey, maar wat denk je van Hugo de Vries van Helmond? Dat zou ook zomaar kunnen. Ik dacht Gerry Kutstra. we gaan eens Flip even... Flapstra. Flip Flapstra. Van Jong Heerenveen. Mensen, de playoffs komen er natuurlijk aan. Nog eventjes voor sommigen denk ik wel goed nieuws. Ja, we zijn zeker. Iets vaker. Ja. We gaan wat meer doen, hè? We gaan ons best doen, hè? We gaan ons best. We gaan nog niet beloven wanneer we allemaal on-air gaan verschijnen. Maar we gaan wel wat meer maken. Oh ja. Ik wil wel. Ja? Ja, zeker. Ik heb al toegezegd. En jouw vader? Want zonder jouw vader doe ik niet mee, hè? Mijn pa is er ook bij, maar mijn pa is net als mij, is ook een beetje geldwolf. Dus nee, dat is allemaal geregeld. We gaan wat meer doen. Ja. We gaan echt ons best doen om gewoon lekker te kunnen. Ja, dus ben je nou ook nog niet geabonneerd bijvoorbeeld op een YouTube-kanaal of zeker op ons Twitter-account? Abonneer doe dat mensen. Nou gewoon eventjes, want dan mis je helemaal niks. En volg me ook gewoon op Instagram. Ja, buiten. Volg me op Insta, man. Hey, en trouwens, vanmiddag, als jullie dit toch horen, een nieuwe video van Chef Keukamp. Die is ook altijd leuk om eventjes te kijken. En Ferry weet niet wat Instagram is, die kan je gewoon volgen op het ouderwetse medium Facebook. Nee, dat doet alleen mijn moeder. Nee, doe het niet meer? Dat doet alleen mijn moeder. Maar ja. Jouw moeder is ook op Twitter, vaak, hè? Ja. Jouw moeder is fanatiek op Twitter. Wat was het met kerst? Zeggen. Dat was, toen moest je kiezen tussen Beenhal of tussen of kalkoen of zo. En toen had je moeder gereageerd, Ferry is meer een Vianetteman. Ja, dat is toch waanzinnig. Ah, lekker, joh. Lekker. Maar ze vonden het toen niet leuk, toen jij zo... Ik had die beauty bij buiten, had ik allemaal negatieve reacties, had ik wel Ferry achter elkaar gezet. Vond zijn moeder niet, sorry daarvoor. Ja, was grof. Dat dat duidelijk is. Dus, maar we zijn in ieder geval vaker met de playoffs. Dus abonneer en subscribe en belletjes aanzetten en al die zeker mogelijkheid. Like het. Ja, like is ook belangrijk. Wil ik de mensen alweer bedanken voor deze uitzending. Ja, die mensen hebben toch niks gedaan? Ik of wel? Nou ja, die hebben het uitgezeten. Oh ja, dat is waar. Dat is ook wat waar. Ik hoop dat dat was. Ik ben er dood op aan begonnen. Ja. Ik ben nu ook nog dood op, maar ik heb wel lekker 3 biertjes in mijn mik. Dus ik sluit vrolijk af. Ja, nee, hey, en NAC gaat rondkomen, hè? Nieuwe overname. Ja. Breda is NAC. Alles komt goed. Is nog gered. Vrolijk en Kompanen. Ja? Ja. Ja, die gaat het doen. Ja. Karel Vrolijk was het toch? Karel Vrolijk, over 2,5 jaar spelen wij voor de Conference League plekken. Nee, ik heb een kleine voorspelling, want het is altijd dus heel Breda samengekomen. Nou, het zijn allemaal ego's, hè? Allemaal mannetjes. Heerlijk. Over 2 jaar, Bonje. Bonje onder. Ja, vast wel. Dat zeg ik jou nu al. Die als ze de 2 jaar al halen. Ja, ik wil net zeggen. Maar dat Bonje. Lieve kijkers en luisteraars, dank jullie wel weer. Doe mee met die voorspellingen natuurlijk. Morgen. Even een quote tweetje of even een reactie met de voorspellingen. En wie weet win jij wel een mok. Alles op de vrijdagavond. Herman Tiemans, stuur nou die DM. Zeker, man. Dan komt die mok jouw kant. Hey, jongens, gaan even lekker biertje drinken. En op de keukenkampioenvisie. En de play-offs komen eraan en dan gaan we knallen. Ook Zijn en Elmo liefding zijn erbij. En de play-offs nog in mij. In de keukenkampioenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal, man. In de keukenkampioenvisie gaat zeker iets gebeuren, met kaak en nieuwsie fleuren. Oh, wie wil dat niet zien? Het is vermaak voor 10 en de scheids. Ik kan het meestal niet goed zien. Ja, mensen, we gaan helemaal los vandaag. Oké, dan nodig ik bedankt, jongen. We gaan knallen. In de keukenkampioenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal, man. In de keukenkampioen. Gaat zeker iets gebeuren, met kaak en nieuwsie fleuren.
dames en heren, daar gaan we nog een keertje. Dallinga hou je echt niet tegen. Weer een prachtkel van Joey Slegers. Casius die maar op blijft stomen en mag over promotie dromen. Hetzelfde geldt voor de Graafschap en Emmen. Die zijn haast niet meer af te remmen. ADO Den Haag, ADO Den Haag, ADO Den Haag, ADO Den Haag. NAC begint al aan te draaien onder leiding van Tommy Haaien. Bouchoirie en Guusje Joppe, Roda lastig om af te stoppen. Telstra zorgt nog voor pracht te halen. Helmond die de play-offs wil halen. ADO Den Haag, ADO Den Haag, ADO Den Haag, ADO Den Haag. Keukenkampioenenvisie, wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal man in de keukenkampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Ja mensen, leven de keukenkampioendivisie en leven podcast, eerste de beste. Kees Kortman bedankt, Ilke van Santen bedankt, Nelderik bedankt. En vrijdag zitten we er klaar voor mensen, voor het schakelprogrammaatje. Leven de keukenkampioendivisie.